9 natuurlijke manieren voor het verminderen van rugpijn. 9 natuurlijke manieren voor het verminderen van rugpijn. Je kan pijn in je onderrug verminderen en voorkomen door gebruik te maken van deze makkelijke aanbevelingen. Onthoud deze tips vanaf nu en zeg vaarwel tegen rugpijn. Acute lage rugpijn is een erg veel voorkomende aandoening, waardoor veel mensen op zoek zijn naar manieren voor het verminderen van rugpijn. De rugpijn wordt gekenmerkt door een gevoel van spanning en stijfheid in de onderrug. Het wordt geassocieerd met een slechte houding, stress en overmatig sporten. Het kan ook als een symptoom van gewrichtszen of spierziekten optreden. Diegenen die lijden aan deze aandoening hebben wellicht problemen met het voortbewegen en ervaren een continu tinteling of een brandend gevoel. Het nemen van sommige soorten conventionele pijnstillers kan deze symptomen verminderen, maar er zijn ook compleet natuurlijke methodes die verlichting bieden zonder negatieve bijwerkingen. In dit artikel willen we 9 alternatieve methodes met je delen die verlichting geven van pijn in de onderrug. Uiteindelijk kan iedereen hiermee te maken krijgen, op elk moment. Leer er gauw meer over. 1. Let op je houding. Iets zo essentieels als het letten op je houding terwijl je loopt of rust kan een groot verschil maken in het verminderen van rugpijn. Wanneer je zit, is het beste om je rug te ondersteunen of erop te letten dat deze recht is. Wanneer je enige activiteit onderneemt waarbij je zware objecten moet tillen, moet je je knieën altijd licht gebogen houden om je rug beter te ondersteunen. Dit, samen met andere dingen, verbetert je vermogen tijdens je werk en verhoogt de energielevels. 2. Doe ademhalingsoefeningen voor het verminderen van rugpijn. Het doen van ademhalingsoefeningen is een van de beste gewoonten om een goed zuurstofgehalte aan je lichaamcellen te geven. Door diep te ademen, ontvangen die organen een extra toevoer aan zuurstof. Dit verbetert het algehele gevoel in je lichaam. Inademen en uitademen geeft positieve effecten voor de verlichting van ernstige rugpijn. Ontwikkel een sportroutine. Ondanks dat rusten kan helpen om de pijn te verlichten wanneer deze erg heftig is, kan dagelijks sporten en stretchen ook erg nuttig zijn voor het verminderen van rugpijn. Daarnaast helpt het gestreste spieren beter te ontspannen. Het is echter belangrijk om makkelijke bewegingen te doen om stijfheid in de spieren te verminderen en meer kracht te ontwikkelen. Het is genoeg om 15 tot 20 minuten per dag simpele activiteiten uit te voeren, zoals wandelen, stretchen of zwemmen. Dit helpt de spieren in je onderrug te beschermen. Gebruik koude en warmte compressen. Het aanbrengen van koude en warme compressen is een van de oudste natuurlijke behandelingen voor allerlei soorten spieraandoeningen. Beide temperaturen verbeteren de bloedcirculatie, werkt antiontstekend en verlichten de pijn. 5. Let op je gewicht. Het hebben van overgewicht of obesitas zijn twee factoren die gerelateerd zijn aan rugpijn en gewrichtsproblemen. Dit komt omdat het je spieren in je lichaam harder laat werken, omdat deze meer gewicht moeten dragen dan dat ze eigenlijk aan kunnen. De ophoping van vet, vooral in de taille, speelt ook een grote factor in acute rugpijn in de onderrug.
Daarom is het erg belangrijk en essentieel om een gezond dieet te volgen en andere gezonde gewoontes aan te houden om een goed gewicht te behouden. 6. Zorg voor een goede nachtrust, een gewoonte zo makkelijk en belangrijk als 7 tot 9 uur per dag slapen, is een goede remedie om spanning die in de onderrug, nek en schouders zit, te verlichten. Gedurende de rustperiode ontspannen je spieren en vinden de optimale zuurstofprocessen plaats. Deze helpen om de pijn te verzachten. Daarnaast is het ook essentieel om er zeker van te zijn dat je in de juiste houding slaapt. Anders kan je last krijgen van tegenstrijdige effecten. Niet roken. De gifstoffen die sigaretten bevatten, verminderen de doorbloeding naar de ruggenwervels en breken, in ernstige gevallen, de tussenwervelschijven af. Zware en passieve rokers hebben 3 keer meer kans om rugpijn te krijgen in vergelijking met mensen die niet worden blootgesteld aan sigaretrook. Gebruik een tennisbal. Een dagelijks item zoals een tennisbal kan therapeutisch worden gebruikt om spanning in de onderrug te verminderen. Leg de tennisbal op de grond en ga erop liggen zonder er te veel druk op te leggen. Geef jezelf een voorzichtig rugmassage. Na een paar bewegingen zal de bloedcirculatie geactiveerd worden en voel je minder pijn in dit gebied. 9. Breng je benen omhoog. Het omhoog brengen van je benen is een makkelijke ontspanningstechniek die kan helpen de bloedcirculatie in zowel je onderrug als je onderlichaam te activeren. Je moet hierbij gaan liggen op een comfortabele plek. Wees er zeker van dat je rug recht blijft. Je kan rugpijn in je onderrug verminderen en zelfs voorkomen door gebruik te maken van deze makkelijke aanbevelingen. Onthoud deze tips vanaf nu en zeg vaarwel tegen rugpijn.